Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Guido Fox Book Reports. Vandaag wil ik het hebben over The Way of the Superman van David Dida. A spiritual guide to mastering the challenges of women, work and sexual desire. David Dida is een spiritueel leider, spiritueel coach. Dus ook zeer interessant voor mijn business, wat ook gebaseerd is op spiritualiteit. En het boek gaat over relaties. Hoe zorg je ervoor dat je je relatie kan verstevigen? Hoe kan je ervoor zorgen dat er seksuele spanning is tussen jou, jij als man, en je vriendin, vrouw, waarmee jij samenleeft en waar jij bent? Hij begint zijn boek met een diagnose over de samenleving, met een beschouwing. En hij ziet dat de westerse samenleving... dat het in deze samenleving moeilijk is om de passie en de seksuele aantrekkingskracht tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht te continueren. Dus wat je vaak ziet in langetermijnrelaties, dat op een gegeven moment de vrouw en de man meer vrienden worden, meer vriendje, vriendinnetje worden, meer broer en zus worden en dat de aantrekkingskracht tussen beide seksen afneemt. En hij geeft er allerlei oplossingen voor in zijn boek om uit deze neerwaartse spiraal te komen. Waardoor koppels langer bij elkaar kunnen blijven, langer kunnen genieten van elkaar en langer seksueel plezier van elkaar kunnen. Langer seksueel kunnen genieten van elkaar. En dat ze niet over hoeven te stappen op een nieuwe partner of vreemd hoeven te gaan. Dus zijn boek is echt bedoeld om een langetermijnrelatie te weten te stabiliseren. Hij begint zijn boek met een paar recensies. En twee vrouwen hebben er wat moois geschreven. Het is ook geschikt voor vrouwen, dit boek. Het is niet alleen maar voor mannen. En vrouwen schrijven erover dat ze eindelijk een keer werden begrepen. Eindelijk was er een man die de psychologie van de vrouw zo ontzettend goed doorhad. En daar een boek over heeft weten te schrijven. En dat vonden ze heel erg prettig. Want vrouwenpsychologie is ontzettend moeilijk. Trust me. Je moet echt van goede huis komen als man om alle gedragingen van een vrouw te begrijpen. En te snappen wat ze bedoelt. Wat ze zegt, of dat ook echt iets wat ze zegt, of dat er onderliggende gevoelens zijn die eronder liggen. Dus is als ze iets zegt, bijvoorbeeld kleur A, bedoelt ze nou kleur A of bedoelt ze iets anders? Bij vrouwen ligt dit heel erg complex. En vrouwen hebben een compliment gegeven over dit boek. Hebben hun complimenten geuit van hey, David Dida, spiritueel leider, jij weet hoe het in elkaar zit. Jij weet heel goed te verwoorden waar wij vrouwen mee zitten. En wat goed dat je zo'n boek hebt geschreven om ook mannen daarvan bewust te maken. Want uiteindelijk, dit boek is geschreven voor mannen om hun vrouw beter te kunnen dienen. Om meer liefde te kunnen geven aan hun vrouw. Waardoor vrouwen uiteindelijk gelukkiger worden. Het is no-nonsense spiritualiteit. Het is down-to-earth. Het is vanuit de praktijk ingestoken. Dat zie je ook in de recensies terugkomen. En dat is ontzettend prettig, denk ik. Dus het blijft niet alleen maar zweverig. Maar ook concrete tips en aanwijzingen om die relatie tussen jou en je partner te weten verbeteren. Hij begint dus een beschouwing van ja, de seksuele aantrekkingskracht tussen... Beide seksen neemt in de westerse wereld af, omdat wij te veel naar elkaar toe groeien. De polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie wordt gestabiliseerd en niet uit elkaar getrokken. En dat zou je toch graag willen, want doordat die polariteit, als er meer spanning komt, zorgt ervoor die spanning, zorgt voor meer seksuele aantrekkingskracht, zorgt ervoor dat die passie terug is en zorgt ervoor dat je niet... als broers en zussen gaat samenleven. Want dat zie je dus heel vaak gebeuren in de westerse samenleving. En het zorgt ervoor dat er dan ook minder conflicten zijn in de relatie. En wat vaak tegen mij wordt verteld van... joh, we zitten in een broers-zus relatie. Eigenlijk is alles goed in de relatie. Er zijn nauwelijks conflicten.
Dat is eigenlijk een conflict. Als er niks gebeurt in een relatie, het moet af en toe vlammen, je moet af en toe ruzie hebben in een relatie, dat is hartstikke goed. Maar als je helemaal geen ruzie hebt, is dat ook niet goed. Dan is dat het, dan is dat het grootste conflict wat er is tussen jullie. Dus dat is ook niet goed. Dus eigenlijk zorgt het ervoor dat als die polariteit toeneemt, dat vrouwelijke energie beter kan floreren in die relatie en dat je daardoor minder conflicten krijgt. En dat wil je juist bewerkstelligen. Dus niet helemaal geen conflicten in een relatie, maar minder conflicten. Ik ga even een zevental punten af, want de heer Deida heeft 42, als het goed is, nee, meer, zelfs 7, 8, 8, 5, 51 punten opgeschreven. Hoe je ervoor kan zorgen dat je relatie wordt verbeterd. Ik zal de belangrijkste punten behandelen. En in die punten behandel ik ook weer andere punten uit het boek, zodat alles mooi wordt samengevat. Zodat jullie het boek niet meer hoeven te lezen. Dat is mijn doel. Het eerste punt, wat belangrijk is voor een man in een relatie, is accepteer hoe je vrouw is. Dit klinkt als een open deur, maar dat is het zeker niet. Heel veel mannen zitten in een relatie en proberen het gedrag van de vrouw te fixen. Proberen het op te lossen, want wij mannen zijn rationeel van aard en wij houden ervan om puzzels op te lossen en problemen aan te pakken. En dat kan ons tot waanzin brengen, zeker in een relatie met een vrouw die af en toe moeilijk doet. En dan ga je aan jezelf twijfelen van doe ik het goed, doe ik het verkeerd? Moet ik iets anders doen om haar gelukkig te maken? En je gaat het proberen te fixen. Ik heb daar eerder al een artikel over geschreven. Staat op mijn website gepubliceerd onder Relationships. En dat vertelt ook van probeer niet altijd de problemen van je vrouw te fixen. Want dat is eigenlijk waar ze niet om vraagt. Ze vraagt om een luisterend oor. Ze vraagt om een warme knuffel. Body to body. Ze vraagt om liefde. Dus als ze loopt te zeuren, als een vrouw moods heeft over de dag, ze maakt drama of ze probeert je te testen, hoef je niet telkens als man te proberen haar probleem te fixen, maar een luisterend oor en een warme knuffel is meestal voldoende om te laten blijken van hey schat, ik hou van jou, maak je geen zorgen. Ik ben er voor je en dan komt het meestal allemaal goed. Als wij stelselmatig haar probleem gaan fixen, maken we eigenlijk het probleem erger. Want wat ze wil is haar emoties laten ventileren. Embrace her feelings, zoals David Deida dat noemt. Je vrouw zal niet makkelijker worden. Je vrouw zal je blijven testen. Je vrouw zal uiteindelijk nog steeds pieken en dalen hebben over de dag. Dat is nou eenmaal het kenmerk van feminine energie. Het is niet vlak zoals wij mannen meer zijn, maar het is overdag in golfbewegingen. Dus het is belangrijk om daar bewust van te zijn en je als een rots te zijn in de branding, waar je vrouwelijke energie omheen kan cirkelen. Dat is heel erg, dat is een belangrijk punt in het boek van David Deida. Jij met de stam. En de vrouwen zijn de golven die daar omheen bewegen. En daardoor kan zij flowen. Zij kan haar emoties kwijt. Zij kan de golfbewegingen maken waardoor ze kan pieken. Waardoor ze kan dalen en dan ook weer kan pieken. Dus ben rustig, beheerst. Adem rustig in en uit als er een emotionele bui is van je vriendin of vrouw. Maar probeer als stam te zijn. Probeer sterk te zijn. Te luisteren en haar warme fysieke knuffels te geven. Want dat is wat hij ook heel erg in het boek vertelt. Is fysiek is leidend. Actie is leidend. Fysiek. We zijn nog steeds uit de oertijd. We zijn niet zo. We zijn nog steeds mensen uit de jungle. We zijn nog gewoon een soort dieren. Een knuffel kan ontzettend veel goed maken in een relatie. Dus probeer niet te veel te fixen. Probeer los te laten. Dat is de belangrijkste eerste punt. Accepteer zoals ze is, ze zal niet veranderen. Natuurlijk als het in extrema gaat worden en ze
blijft ontzettend veel drama schoppen en ze doet heel erg moeilijk, dan moet je ook durven afscheid te nemen als het buiten proportioneel is. Maar iedere vrouw zal deze golfbeweging hebben. Iedere vrouw zal jou met problemen confronteren om te kijken of je daarin meegaat of niet, of je haar daarmee wil helpen of niet. Dus vrouwen zullen in principe in hun extensie niet heel veel gaan veranderen. Dus probeer haar niet te veranderen. Dat is de eerste tip. En daarbij komt kijken dat wanneer een vrouw iets tegen je zegt, bijvoorbeeld is boos op jou en zegt je ruimt je schoenen nooit op, dan heeft dat vaak weer een andere betekenis, een onderliggende betekenis. Dus vrouwen spreken in dubbelzinnigheid, indirect communiceren. Vaak zijn ze dan ontevreden over iets anders. Dus probeer daar ook op in te spelen. Van joh, wat bedoel je eigenlijk? De schoenen liggen weer goed, maar heb je andere issues waar je mee zit? Vaak is er dan ook, als ze vaak zeurt, een vrouw, dan is ze vaak ontevreden over andere dingen in de relatie. Dus niet over het zeuren op het object aan zich, maar ook over onderliggende, diepe issues waar ze mee zit. Waar ze jou niet kan vertrouwen. Of ja, andere dingen die een rol spelen. Dus vraag vaak door in de relatie wat nou eigenlijk het onderliggende probleem is. Dus accepteer hoe ze is. Probeer haar niet te veranderen. En leer ermee om te gaan hoe de vrouw is. En knuffelen, omhelzen. Kusjes geven, dat werkt ontzettend goed om de boel weer op te fleuren. Geef al je liefde aan haar. Dat is wat David Daida zegt. En embrace her feelings. Embrace her emotions. Dat is heel erg belangrijk om de relatie te stabiliseren en de relatie liefdevol door te laten gaan. Ja, tweede is punt. Eerst is accepteer zoals ze is. En probeer haar problemen niet constant te fixen. De tweede is, please haar niet. Je ziet heel veel mannen die telkens met de vrouw gaan meepraten. Telkens het met elkaar eens proberen te zijn. Dus telkens als de vrouw A zegt, oh ja, dat vind ik ook. Of dat vind ik ook. Om maar niet dat conflict te krijgen. Om te denken van oké, als ik met mijn vrouw meepraat, dan zal ze dat wel goed vinden. Maar dat is niet wat goed is volgens David Daida. Je moet als man je eigen mening durven geven, in je eigen krachten staan. En dat versterkt juist de polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Hij heeft ook een voorbeeld van een vrouw staat in een winkel en ze heeft de keuze uit twee paar schoenen. Laten we zeggen voor het gemak een blauwe of een rode. En ze vraagt aan je, welke vind je het mooiste? En op dat moment is het de kunst om gewoon eerlijk te zijn. Ik vind die rode mooi met een reden erachteraan. Dus ik vind die rode hakjes mooi, want die staan je goed bij dat zwarte gala jurkje. Ik noem maar wat. Dus het is belangrijk om je mening te durven geven. Daar vraagt ze om. En het is ook belangrijk om de reden te geven waarom je kiest voor die rode hakjes. Dus leiding nemen, keuzes maken en ook die keuze motiveren. En dat geldt met elke beslissing in het leven. Of het dan gaat over het bankstel wat jullie samen kopen, of de auto, of welk huis jullie samen gaan kopen. Altijd waarom? Altijd beslissen van ik wil dat graag, dat huis. En om die reden. En als derde punt is ontzettend belangrijk volgens David Daida om uiteindelijk ook te zeggen van joh, als jij een andere keuze maakt, als jij die blauwe hakjes wil in plaats van die rode hakjes, dan is het ook helemaal goed. Dan respecteer ik jouw keuze. En vaak vragen ze om advies vanwege twee redenen. Eén, om te kijken van hey, durf jij je mening te geven? Durf jij eerlijk te zijn? Ze test daarmee of je clearless bent, of jij transparant bent in je keuzes, of jij helder bent, trustful bent in jouw keuzes, of je dat durft te doen, durft je mening te geven als man. En B, ze test je daarmee
Ze profiteert daarmee ten tweede van jouw rationele gifts. Hij zegt van wij mannen zijn masculair en wij kunnen rationeel nadenken, dus zij heeft die behoefte ook. Dus als jij zegt van die rode jurk en rode hakjes zijn mooi bij jouw zwarte jurk, dan maakt zij gebruik van jouw rationele gift. Terwijl zij als vrouw meer op het intuïtieve zit, op het gevoels. Leven. Ze zei, kiest de hakjes op basis van haar gevoel. Dus dat zijn twee redenen waarom ze die vraag aan je stelt over die hakjes. Om jou aan een keuze te durven laten nemen, om je mannelijkheid te zien. En B, om jou gebruik te maken van jouw rationele gift als man. Dus wees daarvan bewust. Om daar goed mee om te gaan. Om daar goed mee om te gaan. Dus twee, please je vrouw niet. Durf je eigen mening te geven. Dat zal zij waarderen. En daar kan ze naar handelen als jij die input geeft. En daar houdt ze ontzettend van, want ze kan je vertrouwen. En je bent transparant voor haar. Dus dat is nummer twee. Please haar niet. En ben eerlijk, waardoor ze jou kan vertrouwen. De derde. Dat is een hele belangrijkste, is volg je diepste wens in het leven. Wat we vaak zien is dat een vrouw het ontzettend aantrekkelijk vindt als een man zijn passie volgt, zijn werkelijke true core, true purpose, zoals David Deida dat formuleert, prachtig formuleert in zijn boek. Als man is het daarom goed om erachter te komen wat jouw purpose is. Wat ervoor zorgt wat jou drijft in het leven, waar je energie van krijgt en dat ook volledig daarvoor gaan. In de maatschappij zie je te veel mannen die blijven hangen in een baan en die maar wat doen. En dat zorgt voor depolarisation tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En jouw true mission, jouw eerste missie in leven. Is jouw missie volgen? Is jouw werkleven? Is jouw wat je aan het doen bent overdag? Passie, striving, dat is voor jou ontzettend belangrijk als man. Dus dat is jouw eerste missie. Bij vrouwen is het andersom. Bij vrouwen is het liefde, gezinsleven, kinderen, gezin, liefde, huwelijk. Dat is voor haar nummer één. Dus wees ervan bewust dat vrouwen een hele andere eerste missie hebben in het leven dan mannen. Dus striving, ga voor je doel, zet door. Dat zijn hele belangrijke eigenschappen van een aantrekkelijke superior man om uiteindelijk te zorgen voor die aantrekkingskracht tussen vrouwelijke en mannelijke energie om uiteindelijk die relatie te kunnen continueren. Liefdevol, passievol en vol met spanning. Ja, fearless. Dus ook niet angstig zijn om alles in je leven om te zetten. Je moet durven beslissing te nemen in je leven. Van baan te durven wisselen, van omgeving te wisselen. Van een stukje financiële rijkdom op te geven en wat armer te leven. Dat zijn allemaal dingen die, als jij maar die true purpose volgt en als je daar maar transparant over bent. Transparant over je financiële toekomstperspectieven, over je huidige financiële situatie, waar wil je spiritueel heen? Dat zijn allemaal dingen die een vrouw ontzettend belangrijk vindt in een man. Dus durf alles te veranderen en het liefst heb je je passie al gevonden voordat je een relatie inging. Je wil niet lopen zwemmen of zweven, je wil eerst een true mission in je life. Als je die gevonden hebt. Dan komt er uiteindelijk een vrouw bij die dat kan ondersteunen, die dat kan beamen, die daarbij past in dat systeem, in die relatie. Dus vind eerst je passie en je true mission en dan pas ga een relatie in. Want wie je vaak ziet, als een man nog zweeft en zoekende is, dan loopt die relatie ook niet zo goed. Dus dat eerst. En daarbij, je wilt niet in een compromis leven. Als jij je missie volgt, je true path in life als man, en je vrouw accepteert dat niet, of je gaat inschikken, dat werkt ook heel vaak niet.
Dan ga je in een compromis leven. En een compromis, zoals we weten, verstoort de flow staat en verstoort jouw levenspad. En dat wil je niet hebben. Je wilt hebben een vrouw die daarbij past. Die erbij past bij jouw levenspad. Dat is eigenlijk het ideale plaatje. Ik heb een beetje kriebel aan mijn neus. Ik heb net scooter gereden door de prachtige natuur. Maar ja, ik heb eigenlijk nooit last van kriebel aan mijn neus. Maar nu waarschijnlijk wel. Dus dat zijn drie dingen, hè. Eén, we hebben het gehad over accepteer hoe ze is. Twee, we hebben gehad please haar niet. En drie, volg je passie in leven, volg je true mission. En ik weet nog een goede coach die je daarbij kan helpen. Vier is loop niet weg voor de aantrekkingskracht voor andere vrouwen. Wij zijn mannen. Wij houden van, als het goed is, van vrouwelijke energie, van vrouwen. Wij worden aangetrokken tot vrouwen, tot jonge vrouwen, oude vrouwen. In iets mindere mate. Maar wat ik zie, of wat David Deida ook zie, is dat wij heel veel gevoelens onderdrukken. Wij durven niet meer bijvoorbeeld met vrouwelijke vriendinnen af te spreken, omdat je huidige relatie of vrouw bang is dat er dan iets zou gebeuren, of dat ze dan jaloers wordt, waardoor we als mannen niet meer vrij onze seksuele energie kunnen laten stromen. En dan heb ik het niet over seks hebben, maar heb ik het gewoon over praten, over een beetje flirten, complimenten geven. Dat is heel gezond. Dat moeten we ook gewoon blijven doen, vind ik. En dat vindt David Deida ook. Dat verstevigt ook de polariteit. Want daar krijg jij weer energie van, waardering van. En dan kom je weer ook weer vrolijk thuis. En je neemt die vrouwelijke energie weer mee. Die seksuele energie. En dat versterkt de polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Dat is één ding waarom het belangrijk is om ook gewoon vrouwelijke vriendinnen te hebben en ook daarmee door te gaan. Dus loop daar niet voor weg. Onderdruk die gevoelens niet. En flirt een beetje. Maak complimenten. Dat is alleen maar goed. En een heel belangrijk punt is, David Deida legt een verbinding tussen het vrijelijk laten stromen van seksuele energie en spirituele energie. En daar wil ik het even over hebben, want dat is heel erg belangrijk, vind ik. Op bladzijde 83. Your attraction to women, all kinds of women, is natural, normal and beautiful. Als man is het heel normaal dat jij je aangetrokken kan voelen tot meerdere vrouwen. En het is goed om dat dus niet te onderdrukken. Het is natural, normal en beautiful. In fact, it is an aspect of the same desire that will ultimately lead you towards spiritual freedom. Het is dezelfde power, kracht, seksuele energie. Het is een hele sterke energie. Met dezelfde kracht die leidt naar spiritual freedom. Your desire for women is an aspect of your desire for pleasurable oneness. En dat is heel interessant. We zijn dus als mens op zoek naar eenheid. Dus eenheid met jezelf, met je innerlijke bron. Daar heb ik het al over gehad met spiritueel leiderschap, vorige video. En Letting Go. Het boek Letting Go, het boekbespreking. Dus we zijn op zoek naar eenheid in onszelf. Onvergankelijkheid, het zijn, de bron in jezelf. Daar zijn we naar op zoek. Maar diezelfde zoektocht proberen wij ook als mannen te vinden in een andere vrouw. Dus daar is de link tussen seksuele energie en spirituele energie. Tussen seksuele zoektocht, romantische zoektocht, liefdevolle zoektocht en een spirituele zoektocht. Your desire for women is an aspect of your desire for pleasurable oneness. Your confession of desire is a confession of your desire to embrace life. To embrace life, to relax into oneness, so that all opposites, including masculine and feminine, find a unity in love, is to be spiritual free. Dus als je eenheid kan vinden met een andere vrouw,
En dat proberen wij te doen. Hè. Wij proberen als mannen een vulling te krijgen, hoe zeg je dat? We hebben niets, in principe hebben we niets nodig. We zijn al tevreden met onszelf. We zijn gelukkig met onszelf. We hebben een missie in ons leven. Maar een vrouw kan een aanvulling zijn om één te worden. En dat is dezelfde eenwording als de spirituele eenwording met jezelf. En dat probeer je te bereiken door één te worden met een andere vrouw. Dat is dezelfde eenheid. En dan is de cirkel rond tussen seksuele energie en spirituele energie. Dus dat is heel erg interessant. Dus probeer niet je seksuele energie te onderdrukken. Laat die vrijelijk stromen. Ook naar je partner toe uiteraard. Durf met een open hart te vrijen. Niet met een gesloten hart. Probeer bewust te zijn in het moment. Aandacht op je hartchakra. Adem in. Diep adem in. Diep adem uit. Probeer je aandacht te hebben op deze voorkant van je lichaam. En je zal zien dat je veel mooier en liefdevoller gaat vrijen. En het allemaal soepel gaat en je haar meer liefde kan geven. En het is met een open hart. Dat betekent ook met een open lichaam. Met een wijd lichaam. Met een borst vooruit. Trotse houding. Hier ben ik. Ik sta in het leven. En ik ga jou liefde geven. Dat is eigenlijk het vierde punt van David Deida. Om die polariteit te versterken. Dus één. Ben gewoon open naar iedereen in het leven. Geef liefde aan iedereen. En geef wat meer liefde aan je partner. Dat is nummer vier. Als tip van deze spiritueel leider. De vijfde tip. Dan gaan we wat meer terug naar de natuur. Naar de jungle. En hij heeft het over dat zij de killer in je wil zien. Toen ik het las dacht ik even van killer. Wat bedoelt hij daarmee? Maar hij wil echt letterlijk zien dat jij als man bereid bent om te sterven voor je vrouw. Je moet de angst kunnen trotseren, de dood kunnen trotseren om je vrouw te kunnen beschermen. Echt vanuit die oerinstincten, vanuit die jungle. Jij moet die tijger kunnen verslaan, jij moet die wolf kunnen verslaan om uiteindelijk je vrouw te kunnen redden. Dat is wat zij ontzettend aantrekkelijk vindt van een man. Hij heeft er wat interessants over geschreven. Hij zegt van je moet eigenlijk je fear, je angst kunnen transformeren naar liefde. En angst en liefde zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat merk je ook wel. Hè? Je kan angstig zijn om je partner te verliezen en daarvoor hou je ook van hem. Maar je moet die angst kunnen trotseren, transcenden noemt hij dat, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je uiteindelijk ook van die partner gaat houden. Op 134, dat zei de 134, ik was eventjes mijn pagina kwijt. Fearlessness, or the capacity to transcend the fear of death for the sake of love, is een form of the ultimate masculine gift. Dus hij zegt eigenlijk, dat is de grootste gift die je kan doen als man, is haar beschermen tegenover indringers. Dus als er geluiden zijn in je huis, ga als man opstaan, ga kijken of er echt een inbreker is. Laat je vrouw altijd op de stoep lopen en jij aan de kant van de weg. Til de tassen van de boodschappen. Probeer beschermend op te treden en probeer haar beschermheer te zijn. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. En daarmee en door het vuur kunnen gaan voor je vrouw. En daarmee zorg je voor versterking van de polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat zorgt ervoor dat de relatie beter wordt en kan continueren, zodat je niet hoeft over te stappen op een andere vrouw of dat je vreemd zou moeten gaan. Dat is 5. Dus she wants the killer in you. 6.
is, gaan we even weer wat in direction in life. Je moet een pad hebben, een missie hebben in je leven als man. Dat maakt je aantrekkelijk. Dat vindt de vrouw ook aantrekkelijk. En ik wil er even dieper op ingaan. Want als dat niet zo is, en dat zie je in de hele huidige samenleving, zie je dat gebeuren, dat heel veel mensen niet leven naar hun true purpose, naar hun missie, dat de vrouw dat gat gaat opvullen. En dat is heel erg interessant. Wat je ziet gebeuren is dat vrouwen opeens, die gaan heel veel in extrema. Carrière maken, director worden, keihard op die carrière ladder werken. Je ziet dus dat vrouwen die rol gaan overnemen. En wat er gebeurt is dat zij daarmee masculine energie opzoekt. En zij zoekt masculine energie op in die carrière, in het carrièrepad, zoals David Deida beschrijft, omdat ze een tekort heeft aan masculine energie in de relatie. En dat is een mooie link, hè? Relatie en werk en carrière. Je ziet dat de man dat dus niet heeft, is dus geen direction in life, dan gaat zij het gat opvullen. En wat er dan gebeurt is dat hij harder wordt, zij wordt meer masculin, zij wordt mannelijk. En daardoor komen twee mannelijke energieën die gaan tegen elkaar aan botsen. En dat is niet wat je wil hebben, dan krijg je geen leuke relatie. En natuurlijk ben ik voorstander dat vrouwen werken en dat vrouwen zich ontwikkelen en kunnen ontplooien. Maar altijd met een man die zijn of haar missie, die zijn missie volgt en daar vol voor gaat. Dan pas kan je denk ik een gezonde relatie hebben. En ook de man genoeg financiële inkomsten heeft. Dat hebben we vorige week besproken in de video over wat hij of zij wil. Dat zie je daar terugkomen. Dus dat is heel belangrijk, want anders krijg je twee masculine polen tegen elkaar aan. En dat wil je niet hebben. Dus wat je in de samenleving dus ziet, is dat vrouwen heel erg carrière gaan maken, heel erg daar extremer bezig zijn, omdat de relatie of er is geen man in hun leven die zijn missie volgt en daar volledig voor gaat. Dus ze verwaarlozen, dat is wat David zegt, ze verwaarlozen daarmee hun vrouwelijke kant. En dat heeft hij. Wat interessants over geschreven. En ik zal het voorlezen, want ik vind het wel heel erg belangrijk, omdat ik in de samenleving zie dat heel veel koppels hier te maken mee hebben en heel veel vrouwen, vooral vrouwen hieronder lijden, dat ze in een bedrijf of een onderneming hun vrouwelijke kant onderdrukken. Your relationship with her is not only at the core of her life, but is also the main determinant of her mood. Het is even een stukje over van haar relatie is echt alles. En als ze daar niet volledig voor kan gaan, als ze die onderdrukt omdat ze een hele drukke carrière heeft, dan gaat ze daaronder lijden. Dan wordt ze moody. En dat is niet wat je als man wil. If your woman has rejected her own feminine core, then she will struggle against her inherent heart connection with you. Dus if your woman has rejected her own feminine core, then she will struggle against her inherent heart connection with you. She will try to identify with her masculine side, attempting to deprioritize you and your relationship. Dus daardoor gaat ze jou en de relatie minder waarde geven en minder aandacht geven. She would think that she must live her own life and put more energy into her own career. Dus dat is een verschijnsel wat jammer is. Dus dat is niet goed voor een relatie als een vrouw te fanatiek bezig is met die carrière. Het zou mooi zijn als de man ook heel hard bezig met zijn carrière en de vrouw in vrijheid kan kiezen voor die carrière of in vrijheid minder hoeft te werken. Our culture has become so anti-feminine
that many women are trying to deny their feminine core desires and adopt the masculine way of dedication to mission. By denying their feminine essence, such women are predisposing themselves to emptiness, leegheid of heart, depression and bodily symptoms of disease. Dus vrouwen kunnen er zelfs ziek van worden als ze hun feminine core onderdrukken en te veel naar die mannelijke core toe gaan. Te veel met die carrière bezig zijn, te veel striven. In extrema heb ik het over, ballenmaat is prima. En de man dat dan niet opvangt met zijn eigen carrièrepad. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus twee kanten, hè? Tussen twee wegen. Dus en de vrouw is de fanatiek. En B, de man heeft niet de mannelijke kracht om hier aandacht aan te geven. Om niet zijn eigen missie te volgen en dat werk te gaan voor iets wat hij heel erg leuk vindt en interessant vindt. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat je een direction moet hebben in het leven als man. Want anders gaat een vrouw daaronder lijden. Die gaat het gat opvullen. En dan krijg je twee bokken tegen elkaar aan. Twee masculine polen. En dat wil je ten alle tijde vermijden. Dus dat is 6. Dus we hadden 4. Loop niet weg voor aantrekkingskracht naar andere vrouwen. Laat seksuele energie stromen naar andere vrouwen, daar met complimenten uitdelen, met een beetje flirten. En doe het vooral ook met je eigen vrouw. Want dat leidt tot spiritual freedom. Dus dezelfde energie naar oneness. She wants the killer in you. Ze wil de vechter in je. Je wil de beschermheer zijn. En de laatste is direction in life. Je moet echt een direction hebben in je leven. Een passie, een missie. Om die polariteit te versterken en daardoor de relatie te versterken. De laatste 7 zijn we alweer, is opladen van energie, van masculine energie en feminine energie. Als man is het heel belangrijk om ook mannelijke vrienden te hebben, om in mannengroepen te bivakeren, alleen mannengroepen, om uiteindelijk die masculine pol te laden. En uiteindelijk kom je thuis met mannelijke energie en dat trekt jou weer aan. En zij zou mooi zijn als jouw vrouw met een vrouwenclubje bezig is geweest. Noem maar op schilderijen, tekenen of zo, whatever. Of vroeger had je nog wel eens breienclubs. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog het geval is. Maar het is goed om als vrouw in vrouwengroepen te bivakeren en als man in mannengroepen. Wat je vaak ziet is dat een vrouw zegt van joh, kom, we gaan samen op maandag gaan we tv kijken en laten we dinsdag ook doen, laten we donderdag ook doen, laten we samen dingen doen. Als je alleen maar met je vrouw bent, dan word je gedepolariseerd en dan ga je haar energie opnemen en zeg het jouw energie opnemen, waardoor het vlak wordt je relatie. Dus probeer ook tijd vrij te maken voor dingen met mannen doen en je vrouw dingen voor vrouwen. En wees daar, durf ook voor je op te komen, voor jezelf op te komen om dit te gaan doen. Want daarmee laat je alleen maar je eigen kracht zien. En dat wil een vrouw juist, dat je grenzen aangeeft. Je zegt van, joh, hey, ik heb ook 2 avonden nodig waar ik met vrienden ga doen. Ga ik de kroeg in of ik ga voetballen of ik ga andere leuke dingen doen met vrienden. En dat is alleen maar onwijs goed voor je relatie. Dat gezegd hebbende, was dit boek over David Deida. The Way of the Superior Man. En ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan mijn tips. Ik hoop dat je met deze tips aan de slag kan gaan om die relatie te verbeteren. Om voorbereid te zijn op een mooie, liefdevolle relatie. En of uiteindelijk de relatie uit de slop te trekken en ervoor te zorgen dat het allemaal wat liefdevoller, passievoller wordt in het leven. Zodat jullie niet hoeven te scheiden of niet uit elkaar hoeven te gaan. Of niet vreemd hoeven te gaan, maar uiteindelijk mooi door kunnen gaan met jullie tweeën. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende boekreport.